Goedemiddag allemaal. Ja, ik sta een beetje in de zon met mijn ogen dicht, maar ik sta weer in Heilo, want ik werd vanmorgen gebeld. Er is hier fantastisch vondst gedaan. Ik was hier anderhalve week geleden ook en toen was het al geweldig. Maar Jan, vertel. Wat heb jij gevonden hier? De fantastische vondst is een prachtige geweibijl. Kijk. Die vonden we in een veenlaag. Even kijken of ik hem kan inzoomen hoor. Ja. Waar ben je? Daar. Ja. Je ziet er mooi uitgehakt. Hier hebben we steel in gezeten. De punt is er wel af. Hij is een klein beetje geraakt, maar het valt mee. Hij is waarschijnlijk zo terechtgekomen in het veen. Te midden van vele andere botten. Maar integrerend van deze plek waar deze gevonden is, dat er ook vlakbij dus een menselijk onderbeen is gevonden. Dus, een menselijk bot? Ja, een kuitbeen. Dus ja, eerst werd een kuitbeen gevonden en toen vonden we dit stuk gewei. Ik vind heel mooi de roos van het edelhert. Hoe oud is het nou? We zitten hier sowieso in de bronstijd. Ik hou het even makkelijk. Ik denk zo midden bronstijd, 1500 voor. Het kan wat jonger zijn. Ja, hij is dus wat ouder dan die bijl die ik de vorige week liet zien. Ja, nou ja, je kan die geweibijlen kan je eigenlijk niet goed uit elkaar houden. Dus die zijn niet goed te dateren. Dus als we deze kunnen laten serveren, dan is dit... Wauw. Ja, ik zal hem nog eventjes... Ja, je hebt hem zo in je handen. En ik probeer ook alles in beeld te brengen. Dat is ook best lastig hoor zo. Ja. Goh. Wauw, wat spannend. En ik zie hier ook allemaal lijntjes in het profiel. Ja, het mooie is dat we alles hier aan een schitterend profiel kunnen koppelen. Ik ga kijken of ik dit kan laten zien. Je ziet eigenlijk twee donkere lagen. Dat is deze. Dat is eigenlijk een veenlaag die uitloopt in een akker. Ja. En met name als je meer naar die kant gaat, zie je ook de donkerder worden. En daaronder zit ook nog een veenlaag. Okay. Die zie je eigenlijk op deze plek. En de vondsten komen allemaal eigenlijk uit de onderkant van de bovenste veenlaag. Daar zitten ook sporen in. We hebben hier net een uitgegraven kuil die er zat. Ja, wauw. Deze laag loopt ook verder uit in een niveau waar we in een iets hoger punt...